Terug in de studio en we gaan verder. We blijven bij gezondheid. We hadden net gesproken over diabetes en we stappen over naar chemicaliën die eigenlijk gebruikt worden in onze groenten, onze fruit. En onlangs heeft de Franse politie 1150 kilo groenten en fruit uit Suriname in beslag genomen. En volgens de Franse gendarmerie, zoals men het daar bekend staat, zou dus onze groente en fruit ethyfon bevatten. En dat is een middel zodat je groente en je fruit snel rijpen. Nou, er zijn dus monsters genomen en die bevestigen dit. Dit kwast dus afgelopen week in de media in Frans-Guyana. En volgens de procureur-generaal Yves Leclerc zijn dus 5 personen gedagvaard. Nou, ethyfon, daarvoor hebben we de levensmiddeltechnoloog. Hij is een man met vele petten hoor. Maar vandaag staat hij hier als levensmiddelentechnoloog in Suriname. Uitgenodigd de heer Ricky Stuttgart, geen onbekende. Wanneer het neerkomt op een waakhond zijn van wat wij allemaal gebruiken. Heb ik dat goed gezegd, heer Stuttgart? Ja, heeft het goed gezegd, ja. Ja, heer Stuttgart, om te beginnen bij ethyfon. Ik gaf het aan, is een middel om plantengroei te stimuleren. Ja, ook toch wil dat het even daarop kunt ingaan. Maar ik wil eigenlijk, voor ik dat doe, wil ik iets anders uitleggen. Ja? Planten, alle planten gewassen, aan de adem halen. Ze transpireren. Ja. En daarom als je bijvoorbeeld een aardappelen zet op een hoop, ga je opmerken er ontstaat warmte en het allemaal poriën onder de zee. Alle planten produceren ethyleen of ethene. En ethene is een stof die de groei en de rijping stimuleert. Er is namelijk een relatie tussen bijvoorbeeld het ademhalingsproces en de rijping. En daardoor maken we onderscheid tussen 2 soorten gewassen. Klimaterische gewassen en niet-klimaterische gewassen. Klimaterische gewassen is ook al oogst je hem groen, hij blijft doorrijpen. En dat heb je bijvoorbeeld met tomaten, dat heb je bijvoorbeeld met appels en dat heb je bijvoorbeeld met bananen, bakoven. Niet-klimaterische gewassen, als je bijvoorbeeld hem geoogst hebt, gaat hij uitdrogen omdat het ethyleenproductie stopt. Ja. Oké? Dus ethyleen. En die ethyleen, dat hebben ze in een laboratorium gemaakt tot een ethyfon. Toch? Waarbij ze dus gewassen die ze geoogst hebben met een ethyfon bespuiten. Dat is dus wat er eigenlijk gebeurt. Maar het mag maar voor bepaalde gewassen. Volgens de Fransen is het zo dat ethyfon alleen bij een ananas gebruikt mag worden. En in wat wij gedaan hebben, wat de mensen gedaan hebben, ze hebben dus bespoten in allerlei groenten en fruit. Ja. Dat is 1, dus dat is al illegaal. En een tweede zaak is, de hoeveelheid is vele malen groter dan internationaal is toegestaan. Snap je? Dus, en daarom zijn die mensen gearresteerd. En zegt men dus nu dat Surinaamse groenten en fruit puur gif is. Dat is het probleem. Ethyfon is een schadelijke stof in die zin. Het is wateroplosbaar en het is schadelijk voor een water, een levende organisme. Het is bijvoorbeeld als het in contact komt met je huid, gaat het brandwonden veroorzaken, ernstige brandwonden. En ook oogletselbeschadigingen kunnen het gevolg zijn. Het is meteen acuut giftig als je het gaat ademhalen, dan wel inslikken. Dus er zijn spelregels waarvoor het al dan niet gebruikt mag worden. Ja, u gaf net aan, het mag wel gebruikt worden voor ananas. Heeft dat minder effect, of is het minder schadelijk bij ananas dan bij, bananen of groenten? Ja, het heeft bijvoorbeeld voor een ananas, maar voor die stengelgroei speelt het een rol. Voor een bepaalde een facet in die groei speelt het een rol. Snap je? Maar kijk, als je groente gebruikt, als je groente hebt en je hebt het geoogst, ik denk maar bijvoorbeeld dat je hebt een amsoi vroeg geoogst, dan gaat hij uitdrogen aan amaipori. Omdat die ethyleenproductie
die stopt meteen. Ethylene, en waarschijnlijk nu, omdat ik die naam Ethyphone nu pas hoor, want ik ken ethylene. Mm-hmm. Wanneer bijvoorbeeld Bakoven van Suriname naar het buitenland gaat, dan heb je bijvoorbeeld dus dat in die ruimte mm-hmm. ook ethylene wordt toegevoegd, om ervoor te zorgen dus dat die Bakovas yeah. een gelijktijdig rijpen. Mm-hmm. Stel je nou eens voor een huismiddeltje. Je hebt bijvoorbeeld een tros Bakoven mm-hmm. en je zou willen hebben dat het niet te snel alles rijp wordt mm-hmm. en je zou een andere rijpe Bakoven hebben. Als je bijvoorbeeld zo'n tros in tweeën deelt, een deel stop je in een doos met een rijpe Bakoven, ga je zien dat die in die doos sneller rijp wordt dan mm-hmm. wat je buiten hebt gehouden. Omdat die ethyleenproductie bij die klimaterische gewassen door blijft produceren en in grotere mate wordt geproduceerd. Dat is dus wat er gebeurt. Dus if you want bij wijze van spreken, met Akbakba, Nogro en Lepi direct, mm-hmm. allemaal, dan moet je een deel zetten in een doos met een rijpe Bakoven, mm-hmm. toch? Of met een rijpe appel. Ja. En een andere deel moet je gewoon buiten laten staan. Dan ga je zien dat er verschil komt. Oh. Het wordt bijvoorbeeld dus gebruikt om bepaalde gewassen, vruchten, sneller te laten rijpen, gelijkmatig te laten rijpen. Maar er zijn spelregels. Ja. En in Suriname hebben we de lelijke gewoonte om ons geen rekening te houden met de spelregels. Ja, heer Stuttgart, want nu praten we over naar het buitenland, de export waar men die gecontroleerd. Maar in Suriname gebruiken ook groenten, we gebruiken ook bananen enzovoorts. Ja, hoe zal het toch wel gesteld zijn in Suriname? Kijk, ik heb al in de 90e jaren heb ik vaker geschreven mm-hmm. dat er te veel pesticiden worden gebruikt in onze levensmiddelen. Ja. Oké? Okay? Het is vaker gezegd, dat is ook een van de redenen waarom we een aantal groentes niet mogen exporteren naar Europa. Dat is ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld warme vis niet naar Europa mag gaan. Warme vis heeft bijvoorbeeld te veel kankerverwekkende stoffen. We eten in Suriname veel giftige stoffen naar binnen. En daarom adviseer ik eigenlijk altijd dus dat wanneer je dus groenten gaat klaarmaken, alvast moet je gevarieerd eten, zodat je dus niet dezelfde pesticiden naar binnen krijgt. Bij wijze van spreken, RD, de drie leed eeuwen, wiki en je amsoi. Dan krijg je dus drie keer in ongeveer dezelfde pesticiden. Dat is één. Je moet je groenten in stukjes eerst snijden en in warm water oplossen. Wassen, waardoor een heleboel water oplosbare pesticiden met het waswater weggaan. Mm. En ik adviseer dat je 2-3 keer je groente was, toch? Voordat je hem echt gaat klaarmaken. Om ervoor te zorgen dus dat je zo min mogelijk pesticiden die eventueel aanwezig zijn, minimaliseert. Dus dat is dus wat ik adviseer. En je moet zoveel mogelijk gevarieerd eten, waardoor niet diezelfde pesticiden in je lichaam komen en gaan acclimatiseren in je vetweefsels. Ja, is dat een proces dat u ook elke dag doorheen gaat, heer Stuttgart? Ja, zelf? Een ander ding dat er eigenlijk ook belangrijk is, ik probeer vaak genoeg ook te kopen bij kleine boeren. Hmm. Wanneer bij wijze van spreken grote boeren in grote arealen groenten telen, dan is de kans veel groter dat er ook veel pesticiden gebruikt worden. Toch? In Suriname is het zo, in Europa is het al gebleken dat 4 tot 5 tot 6 maal meer pesticiden in onze levensmiddelen zitten, in onze groenten zitten, dan is toegestaan. Mm-hmm. Wat er op den duur gaat gebeuren, en dit, wat er dus nu gebeurt is in Frans-Guyana, moeten wij niet onderschatten. Mm-hmm. Ze gaan een prikkeldraadpolitiek op den duur voor Suriname voeren. Prikkeldraadpolitiek betekent, ze gaan ons volledig afsluiten. En we moeten daarvoor waken. De overheid moet een beetje serieuze zaken gaan aanpakken. Er moeten serieuze controles worden verricht. Ja. Er moet voor serieuze zaken worden aangepakt. Ja. Nou, om te praten over die controle, want daar wilde ik net gaan. Want u zei, u koopt eerder bij kleine boeren. Maar als je bijvoorbeeld in de markt gaat, vaak genoeg hebben de marktverkopers zelf ook opgekocht bij groothandelaren. Ja, ja. Dus je weet ook niet eigenlijk van waar je groente vandaan komt. Is helemaal dus bijvoorbeeld, als we praten over die controle, heer Stuttgart, net als in dit geval Ethyphone, mm-hmm. zou dan niet eerst hier in Suriname samples moeten afgenomen worden van de export voordat het naar Frans-Guyana ja, gaat?
Het probleem dus is dat wanneer je hoort EP-vorm, het zijn dus dure apparatuur. Mm-hmm. Je hebt bijvoorbeeld dingen als spectrofotometers nodig, gasgommelden te graven, en die zijn zeer duur. Om maar een voorbeeld te geven, zo'n apparaat kan 5.000 tot 10.000 Amerikaanse dollars kosten. Mm-hmm. Dus het moet terugbetaald kunnen worden. Mm-hmm. Er moet een aantal spelregels komen, wetgeving komen, dus dat eigenlijk alles eerst geanalyseerd moet worden voordat het op de markt komt. En de mensen moeten ervoor betalen. Zolang het dus niet, die apparaten zichzelf niet kunnen bedruipen met dat de mensen betalen, is het niet mogelijk om dat soort analyses regelmatig te doen. Net als hoe we bijvoorbeeld hebben, we zijn toch verplicht onze vervoer te verzekeren. Zo'n wet moet ook komen voor levensmiddelen. Men is verplicht regelmatig zijn producten te laten analyseren en men moet ervoor betalen. Dan pas kan het laboratorium die analyses doet, dan pas is het levensvatbaar, dan pas kunnen dure apparatuur gekocht worden. Die analyses moeten worden gedaan, want we zijn bezig onszelf te vergiftigen. Want ik ga je ook nog zeggen, Europa die kijkt dus naar wat naar Europa komt. En Frans-Guyana is Europa. Ja. En waarschijnlijk hebben ze al aanwijzingen gehad dat een illegale eten van gespoten worden op die groenten. Waardoor het dus ook langer vers lijkt. Mm-hmm. Men heeft die informatie gekregen en men heeft dus toen tussen 13 en 16 juni controles uitgevoerd. Ja. Maar dat betekent dus dat dat deel dat die persoon echt geëxporteerd heeft en een deel dat niet geëxporteerd is, dat komt op onze markt. Ja. En wij gaan bij wijze van spreken de rekening gepresenteerd krijgen. Vroeg of laat. Ja, ja, heer Stuttgart, u bent iemand die vaker heeft aangehaald dat één, we moeten letten op onze voeding en twee, dat de overheid toch wel een belangrijke rol heeft om de controle zeg maar op te voeren als het komt bij inspectie over hoe men omgaat met een pesticide. U gaf net aan, u bent al sinds de jaren 90 bezig. Denkt u echt dat er naast de overheid, maar ook de samenleving, dat mensen wel luisteren? Eigenlijk de normale persoon, de normale mens luistert wel. Maar omdat u die opmerking maakt. Er is een voedselveiligheidsinstituut opgezet in 2020. Ja. Ja. Ik ben nog nooit uitgenodigd om aanwezig te zijn. En dan heeft u al door hoe serieus men is. Functioneert het wel? Op papier wel, ja. Op papier functioneert het wel, ja. Ja. Maar niet in het in de praktijk. Ja, ik denk dat iemand live naar u kent die me toch wel een vraag wil stellen. Maar dat nee, maar die persoon moet nu niet een... Ja, het is live, maar Titaki is heel bezig. En u gaf net aan, ja, hoeveel voedsel? Dus het Voedingsveiligheidsinstituut, dat in 2020 is opgezet. Mm-hmm. En als bedoeling heeft dat we voedselveilige producten op de markt gaan brengen. Mm-hmm. Het is het Voedselveiligheidsautoriteit. Het valt recht onder de president. Het is een powerhouse als het goed functioneert. Mm-hmm. Maar tenminste, ik ben niet uitgenodigd, ik ben nooit uitgenodigd. Ja, dus ik word er wat mee. Ja. Maar heeft u gemerkt vanuit uw professie dat men actief is, men is bezig met onderzoek? Ja, ik ben meer geïnteresseerd in een bottom-up approach. Mm-hmm. Ik ben bijvoorbeeld bezig dus jongeren en burgers te informeren waarop ze moeten letten, zodat ze dus voedselveiligheid producten consumeren. Mm-hmm. En ik hoop dat in de toekomst ook een top-down approach moet worden. Het probleem die we dus hebben, en niet alleen deze overheid, en al die vorige ook, dat ze pas in actie komen wanneer er internationale druk wordt uitgeoefend. En ik ga je eerlijk zeggen hoor, het klinkt bijvoorbeeld anti-nationaal, maar ik ga bijvoorbeeld het niet erg vinden als er een prikkeldraad politiek wordt uitgevoerd. Door op ons, waarbij dus het buitenland zegt van zolang jullie de spelregels niet nahouden, accepteren we niks van jullie. Ja. En dan gaat de bal rollen. Ja, eerst het gaat vaak genoeg hoor je dat de Europese standaarden best hoog zijn. Is dat waar? Eén of aan de andere kant zegt u van nee, maar wij investeren ook niet in onze eigen zaken om toch wel om toch wel te voldoen aan de verschillende maatregelen. Ja, je hebt bijvoorbeeld, er zijn twee dingen. Het is ook een protectionisme van Europa, mm-hmm. om ervoor te zorgen dus dat zij wel kunnen verkopen, maar wij niet kunnen exporteren. Mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld waar. Mm-hmm. Maar het is ook wel zo
dat gebleken is dat wij ook te wensen overlaten wat een heleboel zaken betreft. Want als je bijvoorbeeld, ik heb in 2000 heeft een student een onderzoek gedaan op bijvoorbeeld kool in Suriname. En toen bleek bij wijze van spreken dus dat 8 pesticiden in kool in Suriname worden gebruikt die internationaal verboden zijn. Dan kan je toch niet zeggen dat die Europeanen moeilijk doen. Nee. Het is verboden en wij gebruiken het toch. En furadan was één van ze. En als je bijvoorbeeld zo'n een kool aan het snijden was, in het midden zag je een hele blauwe een groep troep. Dat was furadan. Toch? Het is gebleken dus dat mensen vandaag bijvoorbeeld pesticiden toevoegen om morgen te oosten. Dus die afbraak van die pesticiden vindt niet plaats. Dat soort dingen zijn bewezen. Uit onderzoek. Dus wanneer dus Europa komt en zegt van hé, nee, dit accepteren we niet. Natuurlijk zijn ze aan het protectionisme. Natuurlijk als we gaan verbeteren, gaan ze met andere spelregels komen. Maar het is ook wel zo dat wij veel te wensen overlaten. We zijn niet serieus met de gezondheid van onze eigen burgers. Ja, op de eerste plaats, daar wil ik aan toe gaan, is de gezondheid van onze eigen burgers toch wel van belang. Als u zo mag kijken, u haalt vaker aan vroeg of laat gaat het voor onze deur komen, de gevolgen, de effecten, want die zijn nou juist gevaarlijk. Misschien eet je het vandaag, je merkt het niet, maar morgen. Merken we dat nu al of moeten we dat nog merken? Kijk, je moet, het probleem die er is, pas wanneer je een link maakt met iets, kan je zien dat er iets aan de hand is. Ik zal maar een gek voorbeeld geven. Het komt toch nu vaker voor dat mensen dus nu dood neervallen op straat. Mensen onwel worden, maar er wordt geen onderzoek gedaan. Zijn er gelijkenissen tussen die verschillende mensen? Er wordt geen onderzoek gedaan, waardoor we dus denken dat er niks aan de hand is. Kijk, we weten toch niet hoeveel 100 dagen op straat doodgaan, omdat we dus geen onderzoek doen. Maar wanneer we bij wijze van spreken onderzoek zouden doen, dan zouden we zien dat het een groot probleem is. En hetzelfde geldt ook met ons gezondheid. Iemand gaat dood, daarom ADD. Terwijl er bijvoorbeeld een link moet zijn met de producten die we consumeren, de pesticiden die we naar binnen krijgen en ga zo maar door. Er moet onderzoek, serieus onderzoek, eerlijk onderzoek, integer onderzoek verricht worden, voordat we weten van wat het probleem is en hoe het probleem is ontstaan. Ja. Anders weten we niet en dan weer dit weer en iedereen denkt naar Gadobewan en zo. Ja. Nu zijn we erop geattendeerd over ethyfoon. U zei zelf, u hoort het ook voor het eerst. Dat betekent, deel is geëxporteerd, deel is in Suriname. Het wordt dus hier ook gebruikt. Wat zou toch wel uw aanbevelingen zijn aan natuurlijk de overheid, en in dit geval LVV, om ervoor te zorgen dat van, we moeten dit aanpakken. Ja. Ethyfoon wordt niet door Suriname gemaakt, geproduceerd. Dus het wordt geïmporteerd. En daar moet er dus nu nagegaan worden van wie importeert het. Mm-hmm. En heeft Suriname wel een positieve lijst dat ethyfoon gebruikt mag worden. Toch? Waarschijnlijk is het een of slimmerik die het gezien heeft in Europa en het geïmporteerd heeft, omdat het dus misschien onder een plantengroei, een hormoon, naar binnen is gekomen. En de douane die weet bij wijze van spreken niks over ethyfoon. Ik heb het ook pas van gehoord. Toch? En dan wordt het gebruikt. En waarschijnlijk hebben een Fransen daar in Frans-Guyana geconstateerd dat er iets niet in orde is. En zijn ze onderzoek gaan doen. Want het hele Franse leger is een instelling gebracht. Dus aan de die van de een op de andere gekomen is daar. En wij gebruiken het maar. Het wordt geïmporteerd. Dus de overheid moet dus nagaan. Wie zijn de importeurs? En dan mogen ze het wel toepassen in Suriname. Maar dat soort zaken moeten gebeuren. Ja.